Welkom allemaal bij BeursLive. Moet je eens even horen. Hier wordt nou echt gewerkt en wel aan de opbouw van een van de leukste beurzen van Nederland, de Horecava. Goedemorgen. Ja, de huishoudbeurs was al een poosje aan de gang, maar nu is ook de 9 maanden beurs definitief van start gegaan. Het is een lab, het is een figuurlijke setting, een doolhof van laboratoria, gordijnen van 7 meter hoog die naar beneden komen. Het zijn geen statische productpresentaties, het zijn echt dynamische productbelevingen. Maar wat zit er dan in? Het is puur fruit, 100% natuurlijk. Niks toegevoegd, niets eruit gehaald. Ja, met de vrouwen die alleen naar de beurs zijn gekomen en toch een man wel handig zouden vinden of leuk voor een dagje, is ook rekening gehouden. Je kunt hier namelijk een man winnen. Ja, het is paradise, hè? Tegenwoordig is er bij de drogist van alles te koop. Niet alleen medicijnen, maar ook verzorgingsproducten, speelgoed, huishoudelijke artikelen. En wat voor verrassers kan ik bij jullie in de schappen zien liggen tegenwoordig? Nou, onze babyvoeding. Daar zijn we ontzettend trots op. We verkopen zuigelingenvoeding, verkopen babyvoeding. Hey! Wij hebben hier de Preggy Pop. Dat is een lolly tegen zwangerschapsmisselijkheid. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you've got to. Love, love me, love, love me. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sauna & Beauty Resort, de Zwaluwhoeve. Morgen zijn we er weer met een nieuwe beurs live, dan rechtstreeks vanaf de huishoudbeurs. En dan ga ik even een kijkje nemen bij een signeersessie van Goede Liekens. En wil jij een man winnen? Het kan hier op de beurs. Wil je er alles over weten? Kijk dan gewoon morgen naar Beurs Live. 4:15, RTL 4. Tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sauna & Beauty Resort, de Zwaluwhoeve. Wat zal het druk zijn op jouw stand? Ja, inderdaad. Dat al is meestal die vrouwen bepakt en bezakt, die denken... Ah. Ja, meestal eind van de dag. En wat hebben die mannen van hun het moeilijk 's avonds? Want die zeggen, ik heb een massage gehad en ik wil dat jij dat ook doet. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben echt aan het kneden. Met de muis. Het is de Zweedse beweging. Ik heb een Zweedse masseur gehad. Echt waar. Hoe gezond is een massage? Nou, wat een massage doet, is het zorgt ervoor dat de spanning van de spieren wordt afgehaald. Ja, overdag doen we allerlei dingen. Die hebben een effect op de spieren. Dus het resultaat is bij heel veel mensen, of dat ze verkeerd zitten overdag, of dat ze veel stress hebben, of dat ze hun lichaam echt flink overbelasten door allerlei activiteiten. Het resultaat is dat de spieren 's avonds vastzitten. Nou, dat kun je zo laten zitten. Dat is allemaal niet zo heel erg, alleen vaak bouwen die problemen zich op. En dan krijgen mensen last van hun nek, van hun onderrug. En dan wordt het van kwaad tot erger. Er zit nu zo'n mannetje. Ja. Nu is de kloptechniek bezig. Dit ziet er natuurlijk heel gek uit. Ik word helemaal... Wat gebeurt er nu in die stoel? Er zitten een soort van schijven in. En die schijven die zorgen er eigenlijk voor dat er gedrukt wordt op de spieren. En die schijven die kunnen 3-dimensionaal worden aangestuurd. Dus die kunnen eigenlijk de masseerbewegingen helemaal
nabootsen. Dus zowel het knijpen, het kneden, het rollen, het drukken. Dat gaat gewoon met schijven die erin zitten. Dus dit zijn echte bewegingen die een masseur ook maakt. En die gaan ze tot een hele diepe precisie gaan ze die nadoen. Om te zorgen dat de spieren zo goed mogelijk los worden gemaakt. Kijk, het is natuurlijk heel obvious om te zeggen, waar heb je nog een man voor nodig? Ja, dat horen we heel vaak. Ja, maar dat zeggen, maak ik niet hoor. Nee, en dat zeggen mannen ook heel vaak, waar heb je nog een vrouw voor nodig? Dus het gaat twee kanten op. Ik ga even genieten. Is goed, ik zal mijn mond houden. Toen ik mijn eerste kindje kreeg, toen ben ik gestart met wegwerpluiers. En toen ik zag hoeveel afval daarvan afkwam, had ik zoiets van, nou, dat moet toch ook op een andere manier kunnen. Ik vind sowieso het belangrijk om inderdaad het milieu gewoon minder te belasten. Daarna is het prijstechnisch gezien gewoon ook veel, veel interessanter. Hé, hey, het is stuk op een staaltje. Financieel kun je zeggen dat wasbaarluiers veel goedkoper zijn dan wegwerpluiers. Bij wegwerpluiers koop je ze vaak in een per pak, dus dan merk je dat niet zo. Bij wasbare luiers heb je natuurlijk wel een aanschaf in één keer. Je hebt zo'n, zeg maar, gemiddeld zo'n 30 luiers nodig met wat overbroekjes. Bij één kind bespaar je dan nog zo'n 1000 euro per luierperiode. En bij elk volgend kind alleen nog maar meer. Men begrijpt het vaak niet dat je wasbare luiers gebruikt, omdat men het beeld van vroeger erbij heeft. Van die vouwluiers met veiligheidsspelden en kookwassen op de hand wassen. Is allemaal niet meer zo. Ik was hooguit 2-3 keer per week extra en dat is het. Dus ja, je moet een paar wassen extra draaien, maar meer is het niet. Wasbare luiers zijn gewoon echt heel handig in gebruik. Het is niet meer de grote lap van vroeger. Ik heb er gewoon eentje meegenomen. Je ziet dat dit is dan een bamboeluier. Die sluit ze gewoon heel handig met klittenband. Een extra lap voor de absorptie. Dus je doet hem bij je kindje om. Je sluit hem met klittenband of met drukknoopjes. Er gaat een luibroekje overheen en dat is het. En voor hem vind ik het ook... Hij heeft gewoon natuurlijke materialen tegen zijn lichaam aan. En je hebt altijd luiers in huis, dus je hebt nooit een probleem dat je naar de winkel moet en omdat je luiers op zijn. Ik vind het heel makkelijk om te gebruiken. We hebben nu een nieuw product, dat is een bamboeluier, gemaakt van bamboevezel. Is echt zijdezacht, ziet eruit, echt fantastisch, absorbeert 60% beter dan katoen. En ik denk dat dat gewoon een fantastisch alternatief is voor een wegwerpluier.